Woensdagmiddag heeft er een flinke brand gewoed in twee schuren aan de Schwarzenberglaan in Drachten. Hierbij is asbest vrijgekomen. Tijdens de brand waren er enkele grote knallen te horen. Vermoedelijk werd dit veroorzaakt door in de garage aanwezige ontploffende gasflessen. In de tuinen van vier omliggende huizen zijn schadelijke deeltjes asbest aangetroffen. Het asbest dat nog op de locatie van de brand ligt is donderdag opgeruimd. Het gebied waarin het asbestcement zich heeft verspreid is afgezet met linten. Ook dit gebied is inmiddels schoongemaakt. De omwonenden van de brand zijn inmiddels met een brief geïnformeerd.